Hijjet Helicopters is al geruime tijd failliet en voert geen commerciële vluchten meer uit. Ook de ambulancedienst bestaat niet meer. Dit benadrukte directeur Gerald van Embrichs gisteren tijdens een persconferentie. Hij zegt dat het bedrijf ruim 2,7 miljoen Amerikaanse dollar heeft uitgegeven in de zoektocht naar de vermiste helikopter die woensdag is gevonden in het Matawai-gebied. Hierdoor is Hijjet in financiële problemen geraakt. Van Embrichs zegt dat een paar helikopters intussen zijn verkocht. Als je Hijjet kennen, waren er 10 helikopters. 10 helikopters en jet. Nadat die ene verdwenen was, hadden we 9 helikopters. Wat jij zegt, het kost een heleboel onderhoud om 10 helikopters de lijn te houden. De bank heeft ons de keuze gegeven van luister, we gaan jullie niet wurgen, maar is er een lening gedaan van zoveel geld, dat moet er komen. Wij hebben aangegeven dat we dat niet gaan kunnen betalen, zoveel. Dus gedeelte helikopters zijn al weggehaald door de bank. Er staan hier nog 4 helikopters, die zijn in maintenance. Dat wil zeggen, de bank gaat niet een helikopter terugnemen van hier. Je moet die helikopter in uitmuntende staat, moet je die helikopter weer afleveren, zodat zij het weer kunnen verkopen. Dus er zijn nog helikopters hier. En, maar dan weet je dat het een buitenlandse bank is. Hè? Het is een buitenlandse bank van Amerika. Maar ze hebben ons, we hebben al 22 jaar te maken gehad, hebben altijd netjes betaald. Dus ze kunnen ons niet opeens een wurgcontact geven. Van Embrichs zegt verder dat alle helikopters verkocht zullen worden. Hij benadrukt dat hij graag wil doorgaan met het bedrijf. Echter laten de omstandigheden dat niet toe. Wij zouden graag door willen gaan. Hijjet is een begrip geworden in Suriname. En iedereen zegt van nou, jullie kunnen niet stoppen. We willen ook niet stoppen. Maar heel veel mensen weten ook niet dat van die 483 vluchten die we hebben uitgevoerd, rescuevluchten, er 115 mensen nooit betaald hebben. Maar op een gegeven moment zijn we in de bekendheid gekomen met onze rescue teams dat we niet meer kunnen weigeren. Maar dan bel je me morgen op en zeg je, Gerald, ik vind die dienst van je heel goed, maar mijn oom is overleden omdat jullie niet zijn gegaan omdat hij geen geld heeft. Dus als er een melding binnenkomt, dan gaan we voor elke melding weg. Hoe we ons geld krijgen, moeten we later gaan uitzoeken. Maar we kunnen niet bijstaan dat mensen dood gaan gaan, omdat wij denken van we moeten eerst het geld hebben. Aldus Gerald van Embrichs, directeur van Hijjet Helicopters. Het bedrijf zit al geruime tijd in de rode cijfers en kan de commerciële vluchten en de ambulancedienst niet uitvoeren.